Goedemiddag. Welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. Op de meeste plaatsen is het bewolkt en een gebied met flinke buien ligt op dit moment boven de noordwestelijke helft van het land. In de loop van de middag en vanavond gaan die buien zich geleidelijk naar het zuidoosten van het land verplaatsen en komen er vanuit het westen opklaringen binnenzetten. Vanavond is het een graad of 14 en komende nacht koelt het af naar zo'n 12 tot 8 graden. In het binnenland wordt het dan droog, maar in de kustprovincies is wel nog kans op een bui. Morgen overdag gaan de buien zich geleidelijk weer over een groot deel van het land uitbreiden en in de loop van de dag worden die buien ook actiever, weer met kans op onweer. Het wordt 16 tot 18 graden bij een matige en zeevrij krachtige wind uit westelijke richtingen. Zondag, maandag en dinsdag blijft het wisselvallig weer. Het aantal buien is op zondag vrij klein, de dagen daarna weer wat groter. Verder zijn er zonnige perioden, de middagtemperatuur loopt geleidelijk aan iets op van 18 naar plaatselijk 20 graden op dinsdag. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl